Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Ahead Eagles. Op de bank, dit keer niet met Hans de Koning, maar met Harry Dejever. 119 wedstrijden Go Ahead Eagles, 40 treffers. Uitgemeten over 5 seizoenen. Echte Deventenaar. Hans Koning is ziek. Jij hebt hem al eerder vervangen. Afgelopen seizoen 4 wedstrijden. Nou, hem vervangen als hoofdtrainer geacteerd. Ziet het ernaar uit dat jij dat zaterdag ook bent, hoofdtrainer? Nee. Hans zal morgen gewoon aanwezig zijn. We hebben net contact met Hans gehad, dus hij is aan de betere hand. Dus we gaan er vanuit, en dat doet hij zelf ook, dat hij er gewoon aanwezig is morgen. Maagproblemen, dat betekent dat je eigenlijk gisteren en vandaag de training hebt geleid. Gisteren oogde de training wat anders. Ja, normaal hebben we 2 dagen voor de wedstrijd spelen we 11 tegen 11. Om zoveel mogelijk de aankomende wedstrijd na te bootsen. En nou goed, op verzoek van Hans hebben we dat omgedraaid, omdat Hans er niet was. Omdat hij dan toch niet zijn eigen jus eroverheen kon gooien. Dus is die training wat aangepast, maar de training van vandaag was gewoon zoals hij altijd is een dag voor de wedstrijd. Dus daar is niet zoveel in veranderd. Dus de groep die merkt dat eigenlijk niet zo? Nee, in ieder geval vandaag niet. En dat zij gisteren een keer een andere training hebben als normaal. Ik denk niet dat ze er wakker van hebben gelegen. Even terug naar AZ. Wat een veerkracht. Ja, we waren er ook heel blij mee. Op voorhand heb je zoiets van, nou, als we daar een punt zouden kunnen halen, dan doen we het goed. Want AZ is gewoon een goede ploeg. Ja. En als je dan ook nog met 2-0 achterkomt en je komt dan terug tot 2-2, dan denk ik dat we daar heel terecht blij mee mogen zijn. Want dan hebben we toch ook laten zien dat we in de uitwedstrijd nog onze rug kunnen rechten. Hoe zit het met de blessuregevallen richting de wedstrijd van komende zaterdag tegen Excelsior thuis? Neem bijvoorbeeld Leon de Kogel. Leon is een heel groot vraagteken. Ja. Waarna het neigt dat hij het niet gaat halen. Okay. Hij heeft ook te lang niet getraind. Hij heeft vandaag wel getraind, maar wel weer apart. Omdat hij toch nog wat lichte reactie had van gisteren. Dus daar zit zeg maar een stippenlijntje door zijn naam heen. Nog niet een definitieve streep, maar wel een stippenlijntje. Is Sam Hendricks dan de meest logische vervanger gezien de wedstrijd van AZ? Klinkt logisch, maar goed, dat is wel iets waar Hans nog een ei over wil leggen. En nog over na wil denken hoe hij dat gaat invullen. Ook omdat er nog een stippenlijntje door Leon staat. Dus heeft hij nog even een nachtje daarvoor nodig. Morgen geeft hij daar een klap op en dan zullen we het zien. Is dat dan afhankelijk van de fitheid morgen van Leon? Ja, dat kan. Maar het kan ook, het is ook, we hebben Hans ingelicht dat Leon toch apart heeft getraind. Omdat hij nog lichte reactie had. Nou ja, en dan gaat natuurlijk Hans daarover nadenken wat hij daarmee wil. Dus vandaar dat we ook nog geen opstelling naar de groep hebben gegeven. Zodat Hans nog wat puntjes op de i kan zetten. Oké, verder even de blessurelijst doorlopende Las Lamboy. Ging zelfs gisteren geblesseerd van het trainingsveld af. Ja, Las zit ook niet bij de wedstrijdselectie. Las is gewoon niet fit genoeg. Hij had wat klachten met zijn knie van de AZ uit nog. En trainde gisteren weer mee, maar ging weer door zijn enkel. Dus het was net een beetje te veel van het goede, waardoor hij zelf ook aangaf, ja, ik ben gewoon niet fit genoeg. Joey Groenbast ondertussen wel weer topfit? Ja, nou, topfit. Joey is wel fit genoeg om te spelen. Heeft wel wat klachten nog. Maar dat wordt wel met de dag beter. Maar Joey is wel gewoon fit om te spelen. Het klinkt alsof we zomaar een debutant op de backplaats in de Eredivisie voor Go Ahead Eagles kunnen verwachten. Ja, als je heel goed rekent hebben we natuurlijk Rochi Acheter nog. Sebastian, de nieuwe jongen uit België. En Joey. Dus ze zullen er 2 van de 3 zullen daar naar alle waarschijnlijkheid gaan spelen. Is Kenny Thijs ook niet helemaal fit? Ja, Kenny heeft maandag met de belofte gespeeld en heeft daar zoals ze het noemen, een ijsbeentje opgelopen. Hè? Een knietje in zijn bovenbeen. Heeft daardoor wat dagen daar last van gehad, maar heeft vandaag alles kunnen doen. En heeft wel buiten de groep getraind, maar dat was uit voorzorg. Want als iemand hem er tegenaan zou lopen, dan zou hij weer terug bij af zijn. Maar die is morgen wel gewoon bij de wedstrijdselectie.
Ik krijg wel een beetje idee over de opstelling. Maar dan is nog een vraag tegen Kevin Brands. Kevin is ook geblesseerd uit AZ gekomen. Heeft wel gisteren en vandaag al getraind. Dus is wel wedstrijd fit. Zit ook bij de selectie. En, nou ja, goed, en wie het middenveld gaat invullen. Hè, omdat Sinan Batiki vorige week ook heel sterk inviel. Nou ja, daar heeft Sinan het voor Hans niet makkelijk gemaakt om daar een goede keuze in te maken. Nou, dat wordt niet een nachtje slapen voor Hans de Koning. Nou ja, het wordt hem in ieder geval niet makkelijk gemaakt. Precies. Maar dat is ook alleen maar goed. Okay. Wedstrijd tegen Excelsior die nu aankomt. Dat zijn van die wedstrijden die je op papier misschien wel moet winnen. Maar Excelsior is niet zo'n makkelijke ploeg. Nee, ik vind ook Excelsior een listige ploeg. Ik schat ze ook wel wat hoger in dan bijvoorbeeld Rode JC. Rode JC, NEC zijn ook nog wel ploegjes die soms uit elkaar kunnen vallen als ze een tegentreffer incasseren. En dat zie ik eigenlijk bij Excelsior zelden gebeuren. Dus ondanks dat ik vind, en dat vindt iedereen, dat we hiervan de punten moeten halen, zal het niet gemakkelijk zijn. Maar je hebt natuurlijk een informant aan boord, Sander Fischer. Ja, maar het elftal heeft ook wel wat veranderingen ondergaan. Ja. Maar ik vind dat zij wel redelijk stabiel ogen, geven weinig weg. Kunnen heel compact en dicht bij elkaar spelen. Dus wat een karweitje. Dat samen met een opstelling die nog niet bekend is, wordt nog wel een aardige uitdaging. Jawel, maar ik vind wel dat we de laatste weken al beter voor de dag zijn gekomen. Roda was prima, vond ik. Zeker de tweede helft bij AZ vond ik prima. Dus het krijgt ook wat handjes en voetjes. Nou ja, zoals gezegd, Excelsior is niet makkelijk. Maar als je op voorhand zegt tegen wie gaan wij en moeten wij de punten halen, dan is Excelsior daar wel één van. Zeker als je Excelsior thuis krijgt. Dus ja, daar zijn we ons wel allemaal van doordrongen dat we gewoon moeten winnen. Het klinkt dat je redelijk tevreden bent over de progressie die de groep maakt. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk, het is heel even onrustig geweest. Door wat moeizame wedstrijden die we afwerkten. En twee, er zijn wat nieuwe spelers gekomen. Hè. Het was een beetje een komen en een gaan. Dat kwam natuurlijk door die transferwindow. Maar de laatste weken vind ik dat we één en goed trainen. En je ziet dat we in de wedstrijden wat stabieler worden. Okay. We gaan het zien morgen. Bedankt Harry Desever. Want morgen speelt Go Eagles dus thuis in eigen stadion tegen Excelsior. Volgende week vrijdag blijft deze bank leeg, want dan is het Interland weekend. En de week daarop speelt Go Eagles in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. En dan verwacht ik dat Hans Koning wel weer fit is. Bedankt voor het kijken. Tot over 2 weken dus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Eagles.